Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburgplant. Ja, beste kiekers, het is weer zoiets. Aanpoten. En waar gooi ik van hier? Dan gooi ik natuurlijk echt naar Limburgplant. En als ik dan door ben, ga ik op zoek naar Diane. Want Annie heeft me gepaard gestuurd. Dat zei het gebeurt dat ik nu graas kan liggen. Ik wil eens kijken of dat klopt. Oh, oh. Anne? Wat is dit? Allemaal gras, hè? Alles gras. Zo, oh. Och, wat lig hier allemaal, zeg. Och, dan moet je allemaal die keertjes erin genuwen, dus dat niet te geloven. Daar liggen de tranen hier, hoor. Ja. En hè? Ja, dit is het, hè. Ja. Ja, goeiedag. Oh, nou hier op je store. Ja, ik wil net de keertjes erin genuwen. Je wilt er aan de slag, ja? Ja, zeker, want ik heb nu zoveel geleerd op al die jaren. Ik ken dat gemakkelijk. Ja, maar Ton de Wetse wil zeker nog een paar mensen. Hè? En toen heb ze nu in die 2,5 jaar zoveel kennis opgedaan. Dan kan ze zo beginnen. Nou, moment. Ja. Wil je hier bij Limburgplant werken? Ja. Kom hier naartoe, dan doe ik ook het. Ja, naar boven liggen die keertjes hier. Komt dat allemaal binnen nu, dit spul? Dit zijn denk ik de keertjes voor een de vaste plantje. Mm. Dus natuurlijk steken we in ieder putje, wordt zo'n keertje ingestoken. Er zit natuurlijk, ja. Er zit een barcode op, ze kunnen weer scannen en dan weten we direct meteen in de kassa. Dat zijn er zoveel en die kosten zoveel. En de client ziet meteen van de soort, die kleur. Ja, en op de achterkant zit ook de informatie. De bloeiperiode, de wegte, de verzorging. Dus, ja. Perfect. Ja. Nou, als je in de gras hoort en ook, daar zijn die zo ook staan. Ja, nou, ik heb heel goed binnen vandaag, zeg. Ja, inderdaad. Boete mensen, ja, dat plantje nog. Eigenlijk, goeie... Dat we geleerd om te bellen, maar je in de werkleer gekomen. Ja, ik heb me toch gaan liggen niet verder. Niet vandaag. We hebben alles op maat. We hebben echt alles op maat. Ze hebben ze t-shirten en de truien en de jassen. Oh. Ja, dus. Ja, dan moet ik even naar Olaf Rieven over. Dat is goed. Siergrassen. Verschillende kleuren, zoals ze zien. In het rood, in het geel, in het blauw, in het groen. Oh nee, nu kunnen ze die nu al dan planten of zo? Ja, nu, ja, nogmaals, voor ons begint nu eigenlijk pas het plantseizoen weer. We zitten nu in oktober. Merk ze al, hè? De boom, de blaaier beginnen al te verkleuren. En nu ja, is eigenlijk de tijd voordat ze kunnen komporten. Nog niet met alles, maar nu met dit soort dingen wel al. Ja, maar stel, ik zie die zijn nog wel tamelijk lang. Maar die moeten ze toch dadelijk ook direct knippen, of hoe werkt dat? Op het voorjaar, ja. Nu niet. Sowieso het eerste jaar, als ze deze nu aanplant, die kan ze fijn laten staan. Maar als ze al een jaar bied ik staan, dan adviseer ik altijd van, ja, knip ze op het voorjaar, meer april knip ze terug. Ja, dan krijgt ze het Schwanse gras weer terug. En dan, dit kent natuurlijk in de winter kennen ze wel eens van die, ja, van die dorre blaadjes gewoon vertwennen. En de uiteindes die waren soms ook wel eens broen, doordat de sapstroom ook niet meer deels hier gaat. En dan is het ook een advies van knip ze terug op het voorjaar. En dan gaan ze weer nu shirtjes maken en dan wordt dit pleintje wordt dan ook wat groter. Dus het geldt eigenlijk voor ze allemaal. Dus dat geldt ook voor de eerste? Dus die kunnen nieuw planten en op het voorjaar knip ik die terug? Ja, nieuw planten, nou, het eerste jaar niet, laat ze gewoon staan, maar volgend jaar inderdaad. En zo ik zeg, knip ze terug, want die gaan dan inderdaad van binnen kunnen die gaat broenen. Sprietjes gewoon vertuinen, die krijgen nog pluimpjes erin. Maar na de eerste jaren zullen we eerder veel jaar terugknippen. Net zo met lavendel ook, een heel veel vaste plantje. En ieder jaar komen ze weer opnieuw komen ze opzitten. Ja, en dan is toen heel veel dat de herfstkleuren beginnen te komen. Ja. En dan, dan zijn eigenlijk groen planten, die weer in één keer allerlei kleuren. Ja, dat klopt ja. Zoals je ziet, die esdoorns ook, die asers, Japanse esdoorns, die zijn dat, dus is het heel duidelijk in. Hè? Die gewoon van groen, als ze groen zien, ja, dan vlammen die dadelijk helemaal naar het oranje. Het is gewoon prachtig om te zien wie de natuur dat uit. Ja, maar wie dat mogelijk is, hè? Van groen naar oranje. Ja, daar zit ook natuurlijk een verhaal achter. Omdat er op dat moment uit het blad, wordt het bladgroen wordt eigenlijk goed gehaald. Omdat alle voeding en zo weer naar de stam moet gaan.
En dan maakt de boom, maakt dan eigenlijk automatisch, maakt aan de rand van het blaadje een soort kurkliesje. Dus, mm-hmm. En dat geeft het groen uit het blaad en daardoor verkleuren de blaaier ook. Hoe kan ik die planten meenemen? Ja, meestal, ik zou een aas er niet eigenlijk in een felle zon zitten gedurende de zomer. Omdat die blaaier, ja, die komen dadelijk vrij vroeg in het voorjaar gewoon die blaaier uitkomen. En als er dan heel veel fel zonlicht op stuit, dan kan die nog wel eens gauw verbranden. Omdat er dan heel veel vocht in het blaad zit. Dus we zeggen meestal nog altijd, zit hem niet echt in een hele hete plek, maar een beetje half shadow. Dat is beter eigenlijk voor een Japanse esdoorn. En het werd eigenlijk in een stroek of een boom? Dat werd een stroek. Je hebt ze ook eens boomvorm, heb ze meer stammig. Ja, en dat verschilt een beetje van de ene de groeit in etages, de andere gaat echt de huwechten in. En die kunnen makkelijk 2-3, zelfs nog wel 4 meter werden. Ja. Dat is goed. Dat is mooi. Ho! Hallo! Hallo! Hallo. Moet je het vragen? Jawel. Je hebt nu net planten gehad. Is dat voor de tuin aan te vullen? Of? Ja, precies. Ja. Ja, die hebben nu gasleidingen in afgelag. En dat hebben ze van de zomer hebben ze even met de biel zitten kappen. Die kosten niet overal doorheen. En dan zijn er een paar gesneuveld. Nou, en nu ben ik mijn transport klaar aan het maken. Ja, ik zie, je hebt het groot transport. Ja. ik moet nou meer hebben, maar daar kom ik een keer voor met een auto vertrek. Ja. Ja, maar ik zeg altijd zo, doe maar eerst voorzichtig het begin. Ja, meen ik ook. Ja. Ja? Daarvoor ben ik zo begonnen. Ja, ik zie, zeker. Het past precies. Ja, dat gaat goed komen. Ja. We passen de snelheid dadelijk aan en dan komt dat helemaal goed in mijn zwak weer. Ja, en wat voor plantjes zijn dat? Zou verloren, of ik het nog wel weet. Hè? Oh. Dat is een Skimmia. Skimmia rubella. En dat gaat inderdaad nu dadelijk het bloeien, eigenlijk een winter bloeien. Ja. Ik heb er ook best lang plezier van. Kijk. Blijf groen, is groen blijvend. En dat is een hemelse bamboe, een Nandina. Nou. Ja. Dus ik heb goed uitgezocht. Ik heb heel mooi uitgezocht. Ja, die zijn dus fijn, die blaadjes en verkleuren. Oh, ja. Deze blijft groen. Dus ja. Maar dat verkleurt nu rood in de windje. Ja. Deels. En dadelijk gaat er bloemknopjes maken en dan gaat er weer meer groen werden. Ja. En de herfst, mooie keuze. Goeie keuze. Goeie keuze. Ik zal zeggen, heel veel plezier ermee. En planten en voorzien als die truc is met de vrachtwagen wel gekomen. Nou, nee, net niet zo groot. Ja. Ik kreeg het in een luxe wagen. Ja, dus juist een kindje verkleinen en groter weg, hè, Diana. Jazeker. Alles is mogelijk. Ja. Ja, Diana, wat zie je hier dan? Nu scherm? Ja, inderdaad, een nieuw scherm. Ja. Met de openingstijden nu in de winterperiode natuurlijk. Dus we gaat vaker open als in de zomerperiode. Omdat het plaatsseizoen gaat beginnen. Dus nu zijn we van maandag tot en met zaterdag zijn we geopend. Hoe zijn de peren gebleven? Ja! Kijk maar eens naar beneden. Oh! Dat is peren met kiwi. Ja. En gewone peren, alle soorten peren. In principe pak ik je mijn zeven. Hoor. Ja, want het is aardig zo. Ja, dat is aardig met kiwi. Ja. En dat is Bon Louise. Oh, ja. Dan moet je gewoon in de perenboom gaan zitten, want dit gaat er niet weer. Dat zo. Is ook weer Bon Louise. En dat is. Dat zijn de appelsoorten, ja. Hè? De appelsoorten, de rode boskoop. En de, met schil. De zo heet dat die. Ik geef je een kist vol met peren en ik krijg potjes terug. Hey. Ja, door. Ja, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Ja, en dan krijg je de peren van mij ook te brengen. Ja, is goed. En dan komen we weer in het prieeltje van dicht. Hè? Ja, onze tuin. Dat ze er nog tijd voor hebben, ziek. Alles hoe ze van hels maakt ze tijd voor het dan. Ja, dat klopt. Dat en is wat met de tuin ook. Als ze er energie aan geeft, dan ziet ze het ook in de tuin. Maar dit is toch... Dit is pampasgras in een volksmondje. Cortaderia op zijn Latijns. Ja, het is nu prachtig. Het zit nu vol op de pluimen en de bleu. Ja, dat blijft nog niet alle tijd zo. Dus dit gras, dat gaat dadelijk zwintjes weg het broener weer en op het voorjaar, om jaar de april, en dan sneeuwt ze weer terug. En moest ze zijn in een echt, ja, en zo wordt het. Maar als je dat zo bekijkt, dat is toch niet van één jaar, of wel? Dit is van één jaar. Van één jaar? Ja, dit is van één jaar. Dus moest ze zien, ja joh. Het is een rumel op 2,5 meter weg. Ja, ja, ja. En dit wordt natuurlijk veel gebroken in bloemschikken, hè. Dus, ja, dus mensen die wat Ger bloemschikken adviseer ik meestal poortig zorgen in de tuin. En daar heb je natuurlijk zelf ook veel profiet van. Ja, ja dat hebben ze dus gecombineerd met die andere grasjes. Ja, het zijn groen blijvende grasjes. Dus die blijven ook eigenlijk zo de hele winter. En zelfs stiekem heb ik eerder veel jaar terug. Dit is dat lampenpoetsgras. Die hebben hun plumen eigenlijk deels gehad. Mm-hmm. Die waren dadelijk wel echt gans broen, maar ook die laat ik staan.
Maar dit is dan ook een schone oplossing in plaats van bodembedekkers. Dus met de zo bekijken. Ze kunnen ze ook allemaal van die grasjes neveneen zetten. Ja, dan kunnen ze inderdaad in verschillende wegten. Dus kunnen ze inderdaad een mooie border van grassen maken. Ah, en dan gaat verbena's ertussen. Een paar oetscheters qua kleur. Bleuien ook ontzettend lang. En dan moest er niet te vuil van zitten. En anders werd het weer te druk. Mm-hmm. Daarachter heb ik gisteren een stukje droet gehaald. Mm-hmm. Dat deed het gaat minder. En dan moeten we kijken voor een nieuw soort voor erin. Ja, zo moeten ze toch proberen eigenlijk. Er zijn ook bepaalde planten die gewoon op bepaalde plekken het helemaal niet doen. Ja, de ene duidt het niet goed in de zon, de andere duidt het wel goed in de zon. De ene heeft meer schade nodig, de andere heeft meer zon. Ja. Ja, snap je, bij de mensen wordt de ene is rood en de andere is broen. Ja, bijvoorbeeld, de ene is slang en de andere is... Ja, zo wie ik, volgens slang. Tijd voor een tas koffie dan. Tijd voor koffie? Tijd voor koffie, ja. Maar ik wil nog even één ding zeggen. Moet de deze ook even ergens knippen hier? Wat zijn dat ook alweer? Wat denk ze? Ze worden opgeleid? Nee, het is van de kieker. Oké, voor de kieker. Hortensia's, pluimhortensia's. Hortensia's, ja. En dat waren eerst wat een andere kleur, of niet? Ja, inderdaad. Het is dit ook litte lime. Lime staat voor limegroen. Die beginnen eerst in de limekleur, dan werden ze wit. En nu in de herfst is ze gewoon ze verkleuren. Ja. Nou, ik verkleur ook heel langzaam. Ik heb zin in koffie. Misschien krijg je er ook flyby, want het is hier in Egg is het kermis. Dus ik zal zeggen, tot de volgende keer. Wie heeft dat programma ook alweer? Aanpoten. Dan gaan we weer aanpoten. Aanpoten werd mogelijk gemaakt door Limburg Plant.